Een te hoge vrachtwagen die stil wordt gezet voor de Velsertunnel. Het gebeurt ongeveer 40 keer per dag. Omstanders proberen vaak te helpen door uit te stappen, maar dat is levensgevaarlijk. Dus hij komt geen moment voor de vrachtwagen, maar zelf gaat de vrachtwagen rijden. Nou, dit soort incidenten bedoelde ik dus net aan te halen. Dit, dit hebben we dus regelmatig. Ruud werkt al meer dan 10 jaar in de verkeerscentrale en is vandaag verantwoordelijk voor de Velsertunnel. Hij moet ervoor zorgen dat er geen ongelukken gebeuren. Via sensoren wordt hij gewaarschuwd dat een vrachtwagen te hoog is. En dan moet hij meteen actie ondernemen. Het stoplicht gaat dan op rood. En de chauffeur sommeert hij via een intercom een zijweggetje te nemen. En daar heeft hij dus een dagtaak aan. Uh, dan kom ik wel eens om aan 43. Maar ik heb ook wel eens 63 hoge vrachtwagens gehad. Ja, ja. Ben je dan kapot daarna? Nou, nou, kapot, maar wel vermoeid. Want ja, het is elke keer weer toch uh, heel snel kunnen reageren op, 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 op het wegbeeld. Om toch te zorgen te dragen voor een stuk veiligheid uh, op de weg. Rijkswaterstaat gaat de tunnel verhogen zodat deze situaties niet meer voorkomen. Morgenavond om 9 uur, dan gaat de Velsertunnel dicht.